mensen, hallo, welkom op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jullie Remens, vergeet geen duimpje omhoog te doen, voilà. Wat heb ik al vandaag gedaan? Ik heb vandaag hier zeg, mijn kassen hier al volledig, maar ook eens volledig uitgepluist. Hier mijn kratjes, wat hier altijd opgestapeld zagen, dat jullie ook in mijn vlog zagen, zijn gone. Ik heb dan ook al ondertussen tijd ook wat de afwas gedaan, moet nog gebeuren. Ah ja, mijn koffie nog wel even opdrinken. Voilà, weer een afwas. Moet ik een kratje of zo meenemen? Voor iets in te zetten. Ah, oké. Okay. Dus weet ik het eigenlijk niet. Oké, okay, je weet toch wat hier ook cool staat, hè? Ja, dat weet ik nog. Vanavond eten of zo weet ik niet. Oké. Mijn bonusstick voor vandaag. België-Roemenië. Dat is België-Roemenië of is het Roemenië-België? Dat weet ik niet. Want ik wil de juiste score zeggen. Als ik zeg nu 2-0, het is eigenlijk omgekeerd. Ja, dan bent Roemenië, hè. EK België 2024. Dus even kijken. Het is België-Roemenië. Voilà, ik zeg het goed. Dus het is 2-0. En dan is het Oekraïne tegen België. Dan speelt België eigenlijk uit. Voilà. Allee mensen, ik ga gewoon even naar de winkel toe nog wat ontbijt kopen. Ik ga even kijken wat ik nog kan kopen. Maar ik ben weer een sandwich wil. Ah oh ja, daar is ook nog saus vanillepudding, hè. Ik heb mijn worst, hè. Ik heb mijn worst. Ik heb mijn worst. Maar waar is mijn lange worst? Ik zie maar een klein stukje van. Ah, daar is dat andere stuk worst. Hier zit, dat bedoelde ik. De salami zonder look. Ja, salami, voilà. En de salami worst. Voilà, ik ga jullie nu laten. We gaan nu strekken. Ik zeg maar tegen mijn schatje, stuur maar. Als je ook iets van de winkel wilt hebben, dat je rustig kunt wakker worden, dan vergeet ik om mijn gsm. Hoe kan zij dan sturen naar mij toe? Niets, hè? Voilà. Heel lomp van mij. Lomp. Wat ik nu nog eerst ga doen, van lompigheid, is even kijken in mijn brievenbus. Voilà. Niks dus. Yo. Tot zijn we allemaal. Zo. Gewinkeld hier nog gauw in de Carrefour. Bakboter nog bij gekocht. En Fanta. En pas op, de L&M XXL 35 en de L&M Original van 47, dus ga ofwel 35 sigaretten ofwel 47 sigaretten, die kosten eigenlijk evenveel, pas op daarbij. Ja. Pak dan die van de 47 sigaretten, want die kost ook 19 euro. En die van 35 sigaretten kost ook 19 euro. What the fuck? Je moet het maar allemaal weten, mensen. Je moet het maar allemaal weten. Voilà, bij deze heb je die een beetje binnengekregen van mij. Oh, ik ga eens vertrekken naar mijn thuis toe. Allee, mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo, ik pak de lift omdat ik nog iets wou zeggen in de vlog. Dus we gaan nu even richting Bea thuis en dan eens naar de Carrefour in Hasselt dan voor melk gaan te kopen. En nog iets om te knabbelen voor bij de rode duivels. Okay. Zalig buiten. Ja, mag iets warmer zijn of wat wel? Nee, ik vind dat nu aangenaam als je zo'n blouse aan hebt. Maar normaal moeten wij nu puffen en zweten. Maar volgende week wordt 28 en hier is ik in de 30. En ons wordt 28. Ja. Maar ja, dan is het weer gedaan. Hè. Het is maar tot vrijdag en het is gedaan. Hè. Tegen het weekend is het weer al slecht. Ja. Allee, vertrek maar. Allee, tot ziens.
Na tanken ben ik hier bij haar thuis aangekomen. Ze is even weg, ze heeft kleren inhalen en al. Dan gaan we terug naar de Carrefourwinkel om haar melk te kopen. Voor morgen vroeg dan ook wel kunnen koffie te drinken. En jawel mensen, ik heb hem weer al aan, hè. Wat maken jullie? Ja, wat maken jullie? Vanavond om 9 uur voetbal, yeah! En dan, gaan we nog zien. Maar mijn schatje had hier wel veel problemen gehad. Ja, thuis, van stroom, hè. Ho. Ach ja, het is hersteld, heb ik gehoord. Dus, dat is het belangrijkste. Dus er waren stroompannes. Hier. Ik ben even naar zo staan kijken. Ik ga even zo mijn motor uitzetten. Dat is misschien goedkoper dan zo stilstaan. Ja, stilte kan mij echt tot rust brengen. Sorry, moest hoesten. Ja. Hier sta ik dan. Te wachten. Tik-tak, 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 tik-tak. Oh, en daar is een brommerke daar. Kijk maar. Jank. Van Deliveroo. Die reden toch ook wel veel rond, hoor. Is dat iets van eten? Deliveroo. Of is dat ook een soort pakjesdienst? Ik weet het dus zelfs niet. Ik weet het niet. Oh. Ik heb hier al ergens last van. En jullie kunnen weer al raden waar dat ik weer al last van heb. Hè? Ja, dames en heren, ik heb weer al last van mijn maag. En jullie gaan niet zeggen, ja, dat is niet verwonderlijk, wat jij altijd eet. En waarom dat ik nu zing, dat weet ik niet. Dat ik me misschien verveel. Daar is iemand met een notteke bezig. Een kleine notteke. Ik weet niet of jullie het zien. Daar speelde ik ook vroeger heel veel mee. Zo'n notteke met afstandsbediening. Oh my god, daar heb ik ook mee uren en uren en uren van mee geamuseerd. Dus, oh, dat was echt leuk. Ik had me aan denken dat als ik bij je thuis ben, dat ik mijn medicatie dan inneem. Oké. Want als we nu nog naar de winkel, moeten, dan kijk dat weer uit mijn systeem hebben. Oké. Je moet alleen maar melk hebben, hè? Alleen melk. En misschien iets anders, maar dat weet ik nog niet. Ik heb wel nog genoeg beleg, maar ik weet niet of dat genoeg is voor de heel. Ik weet het niet. Ah nee, we zijn vertrokken. We zullen zien aan de winkel. Ja. En we gaan het sowieso niet te duur maken. Voilà. Tot zo allemaal. Het is altijd sneller, hè. Ze is altijd sneller om in de deur te sluiten. Dat is wel. Niet helemaal naar boven. Wow, dat is niet zo erg. Kan er iemand tegenrijden? Nee. Oké. Okay. Dat mijn kontje zo achteruit steek. Maar de meeste rijden toch aan de andere kant hier wat. En in het midden van de straat.
Hier zijn we terug in de Carrefour aangekomen in Nalleke. Voor de tweede maal. Want ik ben mijn zwamwasjes vergeten om bij de voetbal. Maar melk gaan we kopen, dan gaan we ook nog chips kopen. Voilà. Mensen, als ik ga livestreamen, daar is iets veranderd. Ik wil dus weten, als jullie het opvalt, dat er iets is veranderd aan mijn livestreams. Dus als ik binnenkort terug een livestream ga doen, eens kijken als jullie het gaan weten. Maar ondertussen ben ik met mijn maatje en mijn lievertje lekker rummikippen. En ik ben altijd... Lekker aan het rummikippen of lekker rummikippen aan het spelen. Ja, lekker rummikippen aan het spelen. Dank u voor de verbetering. Nooit niet nog zeggen. Ik heb winnen staat niet in de woordenboek. Dat kun je nu nog niet weten, want we zijn nu nog niet gewonnen. Nee, maar de andere spelletjes. Want ik sta op elke blad achter. Toen ik Ulrike zag hè, op de televisie, jawel, heb ik hem ook aangetrokken. Belgium voetbal. Hopelijk winnen ze haar. 0-2. Mijn statistiek nog altijd. Ah nee, 2-0. Want ze spelen thuis. 2-0. Van ze geven die de andere ploeg al 2 punten. 2 punten, hè. Allee, ik zal zeggen... Toi toi toi, rode duivels, jullie kunnen ondertussen heb ik ook lekker gegeten, een lekkere rijst met de gele curaçaos en kip. Mijn lieverd en mijn maatje, een lekkere kebab. Oh, kan ook eens lekker zijn. En dan zijn we eens lekkere voetbal kijken. Joepie. Lieft? Ik vind dat voetbal lekker was. Lekker voetbal kijken, ja. Nee, ik wist niet dat het lekker was, zag zij daarop. Hoe moet ik het dan formuleren? Leuk voetbal kijken. Ja. Ik vind het lekker voetbal zien, maar het is een lekkere voetbal kijken. Ah, oh, lekker. Lekker hoor. En lekker voetbal nog een verschil. Ja. Dat klopt. Oh, merci voor het helpen. Oh, joh. En nu ben ik tegen Beake bezig, 1996 op Discord. Aan het spelen. Raap ik nu een goeie of raap ik nu een slecht? Ik raap een... Een slechte. Connie, ik zat overal naar te kijken. Ja, yeah. Oké, tot zijn we allemaal. En hopelijk hebben jullie ook wel goed gesupport. Hallo mensen, jawel. Yes! Waar is hem nu? Ah, wacht hè. Ik ga niet naar deze kant filmen, alsjeblieft. Oké. België. Kijk waarom ik bedoel. Ja. België. België. 2-0, hè. Mijn pronostiek is weer al uitgekomen, hè, mensen. Jawel, dames en heren. Ik moet dat dus blijkbaar meer gaan doen, de pronostieken uitdelen. En wel nu voor Oekraïne zal ik ook al nu al de pronostiek al vrijgeven. Jawel. België zijn heel goed bezig. België zo goed. Lukaku, goed bezig. Kevin De Bruyne, goed bezig. Tielemans, goed bezig. Echt waar, dat was een heel snel doelpunt. Oeh, mannetjes man. Hahaha. Ik heb wel eigenlijk wel genoten hoor van de match. En zo mogen er nog wel meer matchen zijn. En wat er nu op het beeldscherm staat, daar staat gewoon uitroepteken geen signaal. Dat betekent... Upset er één. En... Power off. Voilà, power off. Het is nu 11 uur. Ik ga hier ook rustig aan de vlog beëindigen.
Morgen staat toch nog wel een grote deel keus op het programma. Ja. Ik ben wel blij dat België. Tous ensemble, hey! Tous ensemble, hey! Tous ensemble, hey! Voilà. Ik heb nu wel de vlog nu volledig afsluiten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het tingelingeling te klikken op een belletje. Dan blijf je zo op de hoogte wanneer dat er 1. Een nieuwe vlog is. 2. Misschien is een aparte video. 3. Van de livestreams. 4. Voor de notifications voor als ik eens in de community iets post. Dan blijven jullie ook zo altijd op de hoogte. Voilà. Of. Voor een. Wacht hè. Vlog. Gewoon een video. Heb ik al gezegd. Ja, jij hebt livestream 2 keer gezegd een video. Oké. En dan was er nog eentje. De short movies. Voilà, zo blijf je ook op de hoogte van de short movies. Want ik had daar in een pronostiek gezegd in. Voilà. Zoals altijd. Hoe ik beëindig. Jawel, jullie beginnen het al te weten. Dus zo. Yo. Tot. Dat kan nog in een piep. Allee, later.